Goedendag, mijn naam is Van Aert. We kijken naar de kostenregel in willekeurig. Kostenregel, ja, de formule die gebruikt in willekeurig driehoek hier met A, B en C in overeenkomst tegen de A, B en C. En geldt, ja, dat A kwadraat gelijk is aan de andere zijde, B kwadraat plus C kwadraat, min 2 keer het product van die zijde, maar de kosten van de ingesloten hoek. Ja, dus A kwadraat is B kwadraat plus C kwadraat min 2BC kost A. Ik ga voor alle mogelijke zijden, ook voor B, B kwadraat is die kwadraat van die 2 optellen, dan product nemen min 2BC, de kost van B. Ook voor alle zijden. Ja. Wanneer wordt het pas mee toe? Als je twee zijden hebt in een ingesloten hoek, dus twee zijden in een ingesloten hoek, oftewel de drie zijden. Ja, oftewel de drie zijden. Hier een voorbeeld met A 60 graden, P 40 en C 30. Dat betekent een hoek en twee ingesloten hoek van twee zijden. Dus je hebt de twee zijden. Dat betekent feiten dat je deze zijde kunt berekenen, namelijk A kwadraat is dan gelijk aan B kwadraat plus C kwadraat min 2PC kosinus A. Waarom? P kennen we. P is gegeven 40 graden, 40 kwadraat. C is 30, wordt 30 kwadraat 900. Min 2 maal 40 maal 30. Ja, is 1300. De cosinus van A is de cosinus van 60 graden. Wordt 1 tweede. Ja, dat is 1 tweede. Dan krijg je uitwerkt de formule 2500 min 1200 maal 1 tweede. Ja, dan krijg je uiteindelijk 1300. En A, dat betekent A is de vierkant wortel van 1300. Ja, dat is ongeveer 35,3. Dat betekent deze lengte is 35,03. Nu heb je dus deze één zijde gevonden. Nu moeten we nog één hoek zoeken, C of P. We gaan hier bijvoorbeeld zoeken naar hoek C, ja, of hoek P. We zoeken dus P. Hoe vind je B? Wel, B kun je nu berekenen met de sinusregel of de kosten. Dan kun je deze voor gebruiken. Hier krijg je dus P kwadraat is A kwadraat plus C kwadraat min 2AC cosinus P. We zoeken dus cosinus P. De rest kennen we, want B, cosinus P is dan gelijk aan P kwadraat min A kwadraat min C kwadraat gedeeld door min 2BC, 2AC. Je kent al de waarden. P is in de drie zijden in feite. P is gelijk aan 40, wordt dus 40 kwadraat 1600. A is 1300 A kwadraat. Dus C kwadraat is min 900. Gedeeld door min 2A, wat dit getal hier, maal dat hier. Ja. Als je uitrekent, nu met een rekenmachientje, dan vind je uiteindelijk 0,272. Dan nu kosinus min 1 van het getal, dus kosinus min 1 van het getal, dan vind je een P een waarde van 73 graden en 89 honderdste. Dat betekent dus, uw P zal zijn 73 graden en 89 honderdste. Goed, daarmee de kosinusregel. Dan de laatste hoek is dan gewoon, hoek som is 180 graden. Dan moet je daarbij de 60 optellen, dan krijg je A is A plus B plus C is 180 graden. Ja, dan krijg je die deel 60, 59. Dan vind je het eruit rekent 46,11 graden. Dus 46,11 graden. Dat is dus de oplossing. Dank u wel.